zij is de oudste van de groep. Fanatiek, maar hoort niet goed. Bij in één klap rende een ree, is de mol René. Wie zal de mol toch zijn, de mol toch zijn, de mol toch zijn? Wie zal de mol toch zijn, de mol van dit seizoen? Haar naam die zien we terug in steen, nog fanatieker dan René. Speelt voor het team, lees klokkie, is de mol toch Rocky? Wie zal de mol toch zijn, de mol toch zijn, de mol toch zijn? Wie zal de mol toch zijn, de mol van dit seizoen? Drie strepen had zij op haar hoofd, niemand die haar nog gelooft. Nee, haar kunst is te bespotten, de mol is niet Charlotte. Wie zal de mol toch zijn, de mol toch zijn, de mol toch zijn? Wie zal de mol toch zijn, de mol van dit seizoen? Ja, goed, dat is dat. De titel van deze aflevering was Kaarsrecht. René die hield haar kaars recht onder de envelop. Maar Rocky die liet haar kaars recht staan. Hij bleef ook kaarsrecht, want ze gebruikte hem niet. En ook ging René kaarsrecht omhoog. Ze heeft ook meerdere pogingen gedaan, maar in het net ging ze in ieder geval omhoog. Ik kan nog wel dingen naar Charlotte gaan noemen, maar dat lijkt me niet nodig. Laat ik beginnen met een aantal dingen die ik opvallend vond. Het eerste is wat René zegt, namelijk dit. Ik zit nu al 3 weken in een ander leven. Al 3 weken in een ander leven? Vrij verdacht. Het tweede is dat René deze aflevering, de finale aflevering, vol op Rocky zit. En dat terwijl de vorige afleveringen eigenlijk het hele seizoen meer Charlotte naar boven kwam als haar hoofdverdachte. Kijk, Charlotte is voor mij nog steeds, ik vertrouw haar niet. Mijn hoofdverdachte blijft nog steeds Marije. En verder ga ik spreiden over Charlotte uiteraard. En Rocky neem ik mee. Charlotte verdenk ik ook nog steeds omdat hij heel vaak de mond houdt. Waarom is ze nou toch meer op Rocky gegaan in plaats van Charlotte? Wellicht probeerden de makers Rocky minder verdacht te maken. Maar helemaal als je deze aflevering in het achterhoofd neemt waarbij Charlotte afvalt als mogelijke mol, is het vrij opvallend dat ze in één keer Charlotte niet meer noemt. Wellicht hebben de makers hier aan de mol gevraagd om Rocky als verdachte te noemen, zodat ze Charlotte konden laten afvallen. Anders hadden wij natuurlijk al geweten wie de mol was. Toch kan ik niet ontkennen dat Rocky ontzettend verdacht is. En juist vooral omdat René zo verdacht is. Die ligt er zo dik bovenop. Zeker ook weer deze aflevering, het hele seizoen eigenlijk al wel. En van Rocky zien we vrij weinig. Die is echt de fanatieke kandidaat. Of lijkt dat zo? Daarbij zegt Rick het volgende. Eigenlijk was de 5000 euro die de kandidaten uit de pot haalden voor voorkennis het omslagpunt. Vanaf dat moment was de toon gezet. En nog steeds zit er minder geld in de pot dan toen. Wie van de 3 vrouwen is daar verantwoordelijk voor? Is het René, Rocky of Charlotte? Hij heeft het hier over de 5000 euro uit de pot. En op de manier waarop hij het zegt lijkt het alsof de mol daar invloed op heeft gehad. En ja, René had dat natuurlijk niet. Die heeft 1000 euro geboden. Dit zou dan wellicht toch meer wijzen naar Rocky als mol. En bij die individuele gesprekjes die redelijk langdradig waren. Ja, als je denkt dat ik langdradig ben, moet je even de gesprekjes van Rick terugluisteren. En hij zegt tegen Rocky het volgende. Maar als jij de mol bent, hoef jij je geen zorgen te maken. Dat klopt. Als jij de mol bent, hoef je je geen zorgen te maken, waarop Rocky zegt, dat klopt. Ook weer ontzettend verdacht. De eerste opdracht van deze aflevering heette intrappen. Nou, zijn de kandidaten in de molacties getrapt van René? Of ging het toch meer omdat René zei dat ze de remmen niet te hard moest intrappen? Voordat dit seizoen begonnen was, waren er al foto's uitgelekt, waardoor we wisten dat het seizoen zich in Tsjechië zou afspelen. Dat waren foto's van bordjes en die bordjes waren er nu eindelijk. Het waren dus gewoon foto's van de finale opdracht. Die vakantiegangers hebben op een vakantie gewoon de finale opdracht gezien. Dus maar goed dat ze de kandidaten niet hadden gezien, anders hadden we vooraf al geweten wie de 3 finalisten waren. De opdracht die werkte als volgt. De kandidaten moesten steppen langs bordjes met opdrachten en die opdrachten moesten ze uitvoeren. En vooral René vond dat ontzettend leuk. René, onze lieve René, die besloot als eerste maar de touwladder te trotseren. En dan hoor je jezelf al denken, je ziet dat en je denkt touwladder en René.
Die combinatie kan niet goed gaan. En ik moet zeggen dat het ook gewoon niet goed ging. Het lukt haar niet. Ze zat een beetje te klooien in die ladder. Ze zat helemaal vast. En toen besloot ze maar weer terug te gaan. Of nou ja, terug. Ze was nog aan het begin. Maar goed, om haar trots niet te laten schaden, besloot ze vervolgens om alsnog weer een laddertje te doen, maar dan omhoog. Ja, dan denk je dat zou beter kunnen gaan, maar nee, dat ging het niet. Man, het is hartstikke zwaar. Nee? Echt, dat gaat me in mijn armen. Oké, kom op. Fucking hell, ander. En na een paar seconden gaf ze ook deze op. Gelukkig kon René wel het netje beklimmen. Ja, dat is toch wel weer netjes, René. Het kostte alleen wel echt een vermogen aan tijd. Ja, van Rocky hebben we vrij weinig gezien. Die ging de hele tijd weg. Maar we kunnen er niet omheen dat René wel ontzettend verdacht was deze aflevering. Ik ga dus toch voor René als mol. Al hoop ik stiekem dat Rocky de mol is, dan zou ze toch wel een van de betere mollen zijn. De tweede opdracht was Lumineus idee. En als eerst wil ik even een ode brengen aan die arme stagiair die al die kaarsjes heeft aanlopen steken. Een applausje voor de stagiair. Ik vroeg me ook al af waarom alle kaarsen uitverkocht waren toen ik laatst een kaarsje wilde hebben. Nu snap ik hem. De kandidaten moesten stellingen meenemen die leidden naar de mol. En alleen de stellingen die de mol meenam telden niet mee. We weten ook nog niet hoeveel geld het heeft opgebracht. Anders zouden we al kunnen uitrekenen wie de mol zou moeten zijn. Maar onderweg konden de kandidaten ingaan op een aanbod van de mol. Een envelop waar weer gedokt voor moest worden, net zoals in aflevering 1. Maar in aflevering 1 bleek het een jokerkaart te zijn. Dus je zou denken, ze gaan niet in op het aanbod. Maar ja, twee van de drie gaan dat wel. Charlotte gaat niet in op het aanbod voor 250 euro. René doet dit wel. En die besluit om met de kaars de envelop helemaal te onderzoeken, maar vindt niks. Rocky die opent de envelop ook. Daardoor gaat er dus 250 euro uit de pot. Maar ze doet er vervolgens niets mee. Ze heeft hem niet nodig. Denkt ze soms dat ze niet betaald heeft. Ze heeft hem toch opengemaakt? Zo werkt het niet, Rocky. Ze zegt ook dat ze de aanwijzing niet nodig heeft. Weet ze al wie de mol is, omdat ze dat zelf is? Of is ze gewoon heel zeker van haar zaak? Het was in ieder geval ontzettend opvallend. Nou ja, volgens mij gaat hij gewoon weer terug. Ik heb geen hints nodig. En ik denk, heb ik helemaal niet nodig? Want ik weet precies wie het is. Dus, ik laat die brief lekker staan. Was het openmaken van de envelop en het vervolgens niet gebruiken soms haar lumineus idee? Wat ik trouwens ontzettend leuk vind, is dat er dus een aanwijzing waarschijnlijk op die envelop stond. En die kon je dus zien als je de kaars erbij zou houden. En dat deed me meteen denken aan aflevering 1 in die kamers waar toen overal kaarsen stonden. Wellicht kon er dus ook gewoon toen met die kaars iets verschijnen op de enveloppen. Dat zou echt geniaal zijn. Wil je meer hints naar René en Rocky? Kijk dan even de video's die ik samen met Max heb opgenomen. We hebben alle hints naar Rocky en alle hints naar René besproken. Er staan linkjes in de beschrijving. Ik wil je bedanken voor het kijken. Heb jij nog een hele goede hint of theorie deze laatste aflevering? Laat het dan zeker even weten in de reacties. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jou volgende keer weer. Tot ziens! Wie zal de mol toch zijn, de mol van dit seizoen?